Waar zijn we beland? Waar zijn we beland? Hola amigos, tu bien. Vandaag, today is a gamble. I love gambling. Vandaag, you're with me, bro. Vandaag is wel een beetje een gamble. Ofwel deadliften we veel, ofwel deadliften we weinig. Maar kijk, ik ben niet alleen. We hebben two-time world champ. Nee, niet world. Belgian champ Zander. En iedereen kent hem. Achter de camera. Dikzak. Die dikzak. Dikzak van zijn vlogs. Lennart. Nee, boys. Vandaag zijn we met de one and only François. Die man was verdwaald, bro. Die man was weg. Die man was even in Brazilië, denk ik. Hij liet niks meer van zich horen. Brazil. Maar hij is terug. En vandaag heeft hij een deadlift single, zei je? Ik heb een deadlift single at 8, maar at 8 betekent... Het is, bro, kijk, als je max 8, out. Bro, kijk, als jij het 8 zo doet, toch? Dan wordt dat 0. Ah, en dan zegt je gewoon van, ah, Jonathan is een 1er voor te vergeten te zetten. Snap je? Dus RP10. Snap je? Gewoon zo en dan RP10, bro. Zelfs je 8 is eigenlijk infinity, dus we gaan gewoon max out. Als je mij goed kent... En als jij me goed kent, welke place ga ik gebruiken? Bro, ik ga sowieso die zwarte place. Daarom, ik had dat niet gezien, man. Sowieso die zwarte. Dat zijn echt mijn lievelingsplates. Deze plates. Deze. Zijn echt mijn lievelingsplates, man. Doel vandaag. Ik wil elk 500 pounds. Dat is 227. Bro. Ah, 27? Zie? Gaat lukken. Maar ik vind als je 27 loopt. Dat je wel met je rode moet loaden, bro. Hoezo? Nee, het ding is, mijn zwarte gaat daar graver uitzien, wel. Daarom. Cool, bro, ik ben geen powerlifter, ik ben showlifter. By the way, we zijn vandaag in Herentals, gym waar iemand traint. Dit is echt een grave gym. Ik ga niet liegen, dit is wel echt een grave gym. Je kunt hier fucking, hoe noemt dat? Armmosselen. Ik denk dat het echt een grave gym is. Het is echt een grave gym. Maar je hebt echt zieke machines. Ik ga geen hele tour geven, want ik heb zin in pre-workout. Bro, je hebt een beetje afkick. Een we zijn aan het afkicken van die pre, dus we gaan pre-workout pakken, opwarmen en dan zien wat we kunnen poelen. Kijk, die gisteren had besteld. Eén optie, man. Give it! I love this moment. I live for this moment. And we will do it, man. Ik zweer, het beste moment van de dag blijft pre met Ale, François, bro. De combo van 2 jaar geleden, denk je die? Wow, die pot gaat vandaag op, man. We zijn nu op een café in het deload. 2 scoops, bro. Eerlijk, pre-workout, ik move het, man. Hey! Baby. Goeie plek, man. 2 scoops pre, ik vind dat niet meer aangenaam om zo altijd poeders, man, naar binnen te werken. Heb jij dat ook? Ik kan niet liegen, tegenwoordig. Bijna elke dag doe ik gewoon met water. Ja, toch, ik ook, bro. Ik doe altijd in een glas op. En dan mix ik dat ook gelijk met creatine, snap je? Kijk, zo merk je dat we echt oud aan het worden zijn, man. Dat is echt niet... Als je 2 jaar lang elke dag pre-pakt, wat is dat? 600 scoops of zo. Nee, maar 2. We nemen 2 scoops per dag, soms 3. Dat is duizenden scoops. Snap je? Na een tijd wordt dat een beetje beu. Eigenlijk zou je zo al onze trainingsdagen moeten tellen. En kijk, maar hoeveel scoops hebben we al in ons leven naar binnen gewerkt? Bro, er zijn dagen geweest dat ik in iemand hebben 4, 5 scoops gepakt. Nee, ik zweer het, hè. Als ik jullie terug meeneem naar de OG-tijden. We gingen daar, die motherfucker, wat heeft hij 1 keertje bij mij gedaan? Hij zegt, iemand, ik heb een goede pre-workout voor jou. Hey. Maar onderweg, ja, ik ging altijd met hem mee naar daar, toch? Onderweg had ik al een monstertje gedronken. Dus hij geeft mij een pre. Ik neem een scoop pre van mijn eigen pre. En hij zegt, kijk, deze pre is echt goeie. Ik zeg, hoeveel cafeïne heeft hij? Hij zegt, hij heeft maar 200 milligram cafeïne. Ik denk, ai, dan kom ik uit op 700 milligram cafeïne. Want ik had al 500 gedronken, snap je? Ik neem die scoop, ik zie hem lachen. En hij zegt, ik zeg 200. Ik zeg, ah, ik pak er 2 wel van u. Ik pak er 2, bro. Bro, ik drink die. Ik begin opeens, oh, 3 minuten later. Ik ben gek, want ik zeg, bro, weet je, ik pak die pot, ik kijk, zo. 500 milligram per scoop. Oh my god. Bro, ik had 1,5 gram cafeïne op toen. Zoiets. Dat is gevaarlijk, mijn hart was tot, bro, op de terugweg. Ik heb zelfs gekotst en zo, man. Ik was gewoon zo aan het rijden, gewoon. Ik zei, ik had bang om te rijden, de muziek stond stil. Weet je, als je ja. Die terugweg was stil, bro. Die was rustig. What the fuck, man. Tsunami, by the way, ik gebruik code ZEUS10. We zijn met 3 personen. We zijn 2 fietsen, man. Hoe gaan we dat oplossen? Allee, maak achterop. Zo snel opwarmen. Snel spurt. Oké,
Allee. Nieuwste RSS. Kies een baar voor mij. Kies een legendarische baar. De 500 pound. Dat gaat nog, op die kan dat nog wel lukken, man. Kies een baar. Welke trekt u aan? Pak geen vrouwenbaar, hè. Oh yeah, I like this. This feels good. Ik zit ervoor dat die je kont zou gaan. Zou ik dat nog leven? Deze, man. Deze? IPF approved. Yeah. Maar die swing, die berg, denk ik wel. De pre-workout is binnen. We gaan beginnen met deadliften. Ik heb hier plates liggen voor 180. Dus we gaan opwerken naar 180. En aan de hand van hoe dat die gaat, ga ik stappen nemen naar hopelijk 227. Zilio time. Wie ging er vroeger naar Zilio? It's time to lock in. Oh. 180 gedaan, 180 gaat wel gewoon goed volgens plan. Ik wil in principe 227 doen. Dus we gaan even vragen welke jumps gaan we maken. Ik zal, kijk, aangezien jij 227 doet, ik zeg u net nog 160 deadlift. Die jumps zijn gewoon te klein voor u, als je het aan mij vraagt, snap je? Maar ik zal gewoon doen wat je altijd doet. Maar wat ik persoonlijk zou doen is 200, 215 en dan kijken. Hij heeft gelijk, man. Ik ga nu 200. Ik ga niet lang blijven met die stinkende sleeves. Ik ga het niet hebben over zijn sleeves. Zijn sleeves zijn... Hey boys, kom eens, als jullie... Er wordt gewerkt. Er wordt Hoe gewerkt. Denken jullie dat je zoveel squat, bro? Die sleeves die geven mij ammonia wanneer ik beneden ben. Kijk, dat wil zeggen, er wordt gewerkt, er wordt gesquat. Anders gaan die zo niet ruiken. Dus we gaan gewoon 200 loaden. Als het goed gaat, 215. En dan kunnen we 227, hopelijk. Oh. Oh. Kom eens even. Ik denk eerlijk gezegd, ik wil niet even praten, man. Dat is die kut, man. Ja, sowieso. Kut is de hard life, man, dat is het ding, hè. Sowieso. Jawel, not today, man. Eerlijk, deze is die fase. Deze is die fase, je bent aan het kutten. Je bent nog niet super lean. Dus je bent in die middelfase, maar je bent ook kracht aan het verliezen. Dus je voelt je niets nut, kent het? Weet je wat het probleem is? Dat is het ding. Zo op een licht gewicht zijn is geen probleem. Maar een calorie deficit zijn om dat gewicht te raken, dat is het probleem. Ja, klopt. Die als energie. Je op je gewicht zit, maar je gewicht zit. Ja, man, it was not there. Eerlijk, ik voelde bij 200 al. Snap je, ik was me mentaal aan het zeggen van die was er, maar eigenlijk voelde ik al dat die mij. Maar kijk, dat is geen probleem, ik ben aan het kutten, dus ik had nog niet. Het is niet dat ik echt verwacht had dat die 227 ging hitten, maar kijk, ik ga nu nog 180 voor een triple doen. En daarna wil ik gewoon een zieke backday doen, man. We gaan met Ali een zieke backday doen, geen smoesjes. Het is niet omdat ik die lift heb gefaald dat ik niet hard ga trainen, man. Nu ga ik juist extra hard trainen, snap je? We hebben iets goed te maken. Dus we gaan deze nog grap voor een triple doen en dan gaan we een gekke backday doen om het goed te maken. Kijk, geen smoesjes, we gaan nog altijd die backday knallen. Opgepompt. Bijna op, man. Ik denk dat ik nog één goede scoop heb. Nog één goede scoop. En half. En de restjes zijn voor Ali, man. Deze is... De restjes zijn voor Ali? Deze is voor extreme pump. Wil je extreme pump? Ja, voor alles en voor pannenkoeken. Dat
laat je Fiji water bij je tanden poetsen. Mij aan doden, man, ik zweer het u, geen grap. Echt waar. Jullie denken, mensen denken dat dat gym een grap is, man. Dat we naar de gym gaan omdat dat leuk is. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk, bro. We gaan hem kapot te maken, bro. 3, 4, 5, kom. Nog maar 5. Kom. 6, 7, 8. En 11 voor de kijk. En 12 voor de posities die niet naar de gym gaan. Dit is voor iemand. Waarom? Hij doet altijd biggie, toch?
dat hij hard traint, dit, dat. Maar hij traint zijn armen niet, broer. Wat ben jij zonder dikke armen, bro? Dit is voor jou, iemand, kleine jongen. Ik heb al gesquat, dus ik mag mijn armen niet trainen. Ik train geen benen. Ik train geen armen. Ik train geen armen. Terwijl jij de ene arm traint, moet je de andere arm flexen. Terwijl je de ene arm traint, moet je de andere flexen voor optimale bloodflow. Both sides. Bro, dat is echt licht. Waarom heb je niet gezegd? Ik weet niet, bro. Volgens jou, hoor. Ik had zomaar iets gepraat als te licht, man. Ik was ook zomaar een focus. Niet vergeten, je naar op ons gaan. Nu stoppen, man. Ha! Push. Dig diep. Dig diep. Yeah, buddy. Hé, niet lachen, man. Bro, Ali, je moet dat echt niet stoppen, bro. Dat straks ook, man. Ik ben aan het squatten, 6 van 8. Hij komt voor mij water pakken. Nu, hij lacht met mij. Nee, hè, hè. Oké, okay. Is toch niet erg? Ja, maat. Ja, is niet erg. Ja, maatje. Mootje, zeg. Ik moet zeggen, ik ben de duurste, maat. Zijn jij weer al, hè? Ja, het zijn met je topset aan doen, dan kom met je dikke, met zijn dikke kont voor je gezicht daar. Dikke hakken. De work is done. Spijt van een deadlift, maar we hebben wel nog altijd echt een goede backday gehad. Deze gym is echt nice voor backday. Het zijn echt goede machines. Ik denk dat voor legs hier ook echt gek is. Voor chest zie ik niet al te gekke machines, maar hè? Chest is niet zo nice hier, hè? Maar eerlijk, ik zie mezelf echt nog wel terugkomen. Soon, want dit is wel echt een nice gym. 20, 25 minuten van mijn thuis. Alessandro traint er ook altijd. Hè, bello ragazzo. Op een dag gaat Ali Shredded zijn, man. Op een dag. Op een dag, op een dag. Maar wanneer komt deze dag, François? Hoe lang duurt dat? Zoiets? Depende, hè. Depende? Depende da quando mangio. A me piace mangiare. Eat, you like to eat. Oké, Ik train mijn biceps door met de vork altijd zo. Oké, belangrijke vraag. Chop je billen. What the fuck, Fran? Iets dat echt in mijn hoofd spookt de laatste dagen is van hoe graag wilt je het? Ik vind het echt leuk om content te maken en ik heb altijd zo YouTube en zo willen doen, man. Ik denk, mijn eerste YouTube video was een Minecraft video en dat is misschien echt al letterlijk meer dan 10 jaar geleden, denk ik. Ik was toen misschien 12 jaar of zo, ik weet niet, dat was met Bandicam of zo, echt zo'n screen record. Allee, het punt dat ik wil maken is van kijk, ik heb altijd echt YouTube willen doen en ik stel me altijd de vraag van hoe graag wilt je het? Want ik heb het gevoel dat ik meer zou kunnen doen. Ik maak hier en daar content, maar ik heb het gevoel elke keer als ik zo even goed bezig ben en ik begin een community te bouwen, dat ik dan zo lagging ben en niet meer te goed ben aan het uploaden. Snap je? Niet meer consistent. En elke keer dat ik iets opbouw, dat ik niet doorzet, man. En ik wil het echt, snap je? Maar hoe graag wil ik het? Dus ik wil echt, ik ga niet zeggen vanaf nu daily upload, dit, dat, maar ik ga echt mijn best doen. Ik steek meer tijd in mijn video's, ik wil betere video's maken, ik wil mensen motiveren, omdat dat is altijd wat ik heb willen doen. En ik moet gewoon even, snap je, een tandje bijsteken. Ik moet gewoon meer filmen, beter filmen, sneller filmen, meer, snap je?
Dus er komt nog veel content aan. Iedereen die mijn video's liked en comment. En ook al heb je slechte feedback, negatieve feedback of zo, ik apprecieer het allemaal. Snap je, als gewoon een comment achterlaten met hey, misschien dit of misschien dat. Bro, ik apprecieer dat. Snap je, want ik wil beter zijn. Snap je, ik wil beter. Ik wil altijd mezelf beteren. Dus dat was de video van vandaag. Ik apprecieer jullie allemaal super hard. Thanks for watching. Daddy out.